De ES-las is een van de belangrijkste en ook een van de meest kwetsbare onderdelen van de railinfrastructuur. ES-lassen delen het spoor op in baanvakken om de trein te kunnen detecteren. Een cruciaal onderdeel van de ES-las is het isolatieprofielplaatje. Dit plaatje is aan slijtage onderhevig. Om de treindetectie en de infrastructuur in optimale conditie te houden, past u het reparatiesysteem toe voor preventief onderhoud of herstelwerkzaamheden. Het volledige herstel duurt slechts 20 minuten. Met de volgende instructies bent u verzekerd van een optimale werking, zodat de ES-las weer jaren meegaat. Slijp met een 4 mm dunne slijpschijf het oude profielplaatje uit tot vlak boven de lasplaten. Zorg dat de spoorstaafuiteinden goed blank geslepen worden. Door de surface cleaner in ruime mate te gebruiken, wordt alle nog aanwezige vervuiling onder druk weggespoten. De surface cleaner is binnen 5 minuten droog. Spuit de schone uitgeslepen voeg in met de joint primer en laat deze drogen. De joint primer is binnen 8 minuten droog. De primer is droog genoeg als er fijne draden tussen de vingertoppen ontstaan. Plaats de spuitmond op de Glued Rail Joints Repair en laad hiermee het pistool. De eerste 3 centimeter is niet bruikbaar. Daarna is de mix van de componenten optimaal voor de beste werking. Vul de voeg van buiten naar binnen en voorkom luchtinsluiting. Gebruik de schraper binnen 30 seconden na het aanbrengen van de Glued Rail Joints Repair. Plaats de uitsparing van de schraper precies in het midden, aan de onderzijde van de kop van de ES-las. Werk nu in tegengestelde richting, dus van binnen naar buiten, over de kop van de spoorstaaf, in 1 beweging de las af. Op deze manier ontstaat een kleine bolling die net boven de spoorstaaf uitkomt. Dit resulteert in een stille en soepele treinloop. Verwijder de spuitmond niet om uitdroging te voorkomen. Hierdoor blijft het product bruikbaar voor volgende reparatiewerkzaamheden. Binnen 2 minuten is de Glued Rail Joints Repair droog en kan de trein er weer overheen rijden. De las is nu geluidsarmer, gaat langer mee en loopt minder snel schade op. De laatste handeling is het aanbrengen van de anti-static coating. Maak de ES-las stofvrij en spuit gelijkmatig in. De anti-static coating neutraliseert het magnetisch veld, zodat slijpsel en vuil zich niet hecht. Reparatiesysteem voor alle ES-lassen. Reparatie binnen 20 minuten. Directe waterdichte las door korte droogtijden. Langere levensduur dan het origineel. Herstelwerkzaamheden worden in een handomdraai gerealiseerd met een kwalitatief hoogwaardig product voor een veilig en betrouwbaar spoornetwerk. Voestalpine. One step ahead.